Vintage Port is nog steeds een van de meest ondergewaardeerde wijnen in het assortiment. Zelf zijn we groot liefhebber van Vintage Port, hebben een groot assortiment. Maar veel mensen vinden het toch moeilijk om Vintage Port op de juiste manier te waarderen. Vintage Port is een port van één oogstjaar. Wat gemaakt wordt door tijdens de gisting alcohol toe te voegen, oftewel de wijn te versterken. Waardoor de natuurlijke suikers in de port achterblijven. Daardoor kan een Vintage Port ook heel erg goed rijpen. We hebben hier een Vintage 2001 van Quinta Noval. Prachtig oud domein uit de omgeving van Pinhal. Dit is de Silval 2001. 19 jaar oud, dus ruim 16 jaar flesrijping. En doordat de jonge wijn op fles rijpt, ontwikkelt hij ook veel depot. Het is dus ook zaak als je dit openmaakt, om hem 2 dagen van tevoren recht op te zetten en hem van het depot af te schenken. En dan heb je een unieke wijn. Als je een mooi diner met vrienden hebt gehad en je besluit ook met een kaasplank en je schenkt daarbij 2001 Vintage Port, heb je een hele fijne avond.